Hallo. Hallo. Nou, welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag. Ik zit helemaal zo daar met mijn hoofd. Ja, nou, zo. Ja, we gaan naar de tulpen. In de tulpen. Oh, ik ga nog even kijken hoe het kan was. Oh ja, nou. Ik weet nog niet eens hoe het gaat. Er zitten allemaal rimpels in mijn nek. Nee, maar we gaan dus naar de Bollestreek. Berg aan de Dal. En Berg aan de Dal in de Kamer. Oh, Berg en Dal. Oh ja, dat is toch een steeds. Oh ja, oké. Okay. We moeten eerst naar Amersfoort. Berg aan de Dal, zeg. Ja, dat is echt. Wat een moeilijke naam. Oké, we gaan eerst naar Amersfoort. Dan gaan we naar Amersfoort. Dan gaan we naar Amersfoort. Dan gaan we in ieder geval, we gaan dus naar de bloemenbollen en naar leuke treinen. Is de bedoeling. En ja, tot daar of zo. De taxi niet kennen. Nou, maar wij gaan nou met de ding gaan we naar Amsterdam. Ja. We gaan naar Amsterdam. Om. God, ik kan echt niks anders meer zeggen dan. Met in city. Van ding naar ding. Kijk, via yes, ding. Dat je allemaal zegt, jongens. Van DCT. Ja, kijk. Nou, wat gaan ze daar doen? Oh, dit is helemaal kut belicht. Wacht even. Oh. Kijk dan. Ze zien er helemaal geen kut op. Nee. Nou, nee. Maar daar is nog niks mee. Ja, nou. Oh, daar hangt helemaal een baas over de Amersfoort. Nee, Jim staat in de fik. Oh. Nee, maar okay. We gaan nou. We gaan naar die. We gaan naar Amersfoort. Hoe heet het nou? We gaan naar Amsterdam. Ja, god, ik kan echt niet praten. Nou, tot in Amsterdam of zo. Go with the flow. Naar, waar gaan we nou ook weer heen? Haarlem. Ja, de camera is gewoon raar. Oh. Dus als hij veel licht heeft, dan doet hij helemaal apart. Dat is gewoon een kut in. Maar, waar gaan we ook weer heen? Naar Haarlem, toch? Ja, ja nou, oké. We gaan go with the flow naar Haarlem. Ik ben helemaal niet in de boom. Oh, in de wat? Niet in de boom. Ik ben volledig een gekke paarband doen. Nou, in ieder geval. Nou, kijk. Daar gaat de flow. En daar komt een dikke vreemde. Ongevlogen firma. We gaan naar. God, hoe heet het tent? Naar Voorhout. Oké. Okay. Nou, tot in Voorhout. We'll be right back.
kijken, we zijn aan de wandel en hier zijn mooie tulpjes en dingen. En daar is het spoor. We moeten nog een stukje verder naar de beoogde plek of zo. Nou, we zijn in de Berg en Dal. Wat een goede plek. Henrique is even een selfie aan het maken. Ja, anders maken we een foto van elkaar. Dat is... Maar kijk, we staan hier nou tussen de bollevelden en je ruikt helemaal de hyacinten. Ja, is... Oh, hyacint is dat. Toch? Ja, dus... Zeggen wij nog met narcis. Ja, nee, de geur doet me denken aan die... Tuurlijk zijn het hyacinten. Nee, dit zijn inderdaad gewoon hyacinten. Of donker. Wij zijn echt heel donker. Wat een bloemenverstand. Ja, het zag er naar. Echt serieus. Yo, wij kunnen met z'n echt. Nee, maar het is heel mooi en je ruikt het. Het is helemaal fancy. We gaan gewoon even op dit foto maken. Ja, oké, nu. Ja. Zeg maar. Nou, we zijn even verplaatst. We kijken hoe mooi. Dit is toch echt helemaal. Even een genietmoment. Ik wil hem draaien, maar hij wil niet. Hij zit vast. Wacht even. Kijk, dit is een dore landschap, maar kijk. Daar lopen we weer weg bij Berg en Dal richting station Voorhout. We hebben nog een hele wandeling voor de boeg. Voor de boeg. Waarom praat ik zo raar vandaag? Is zij ook al roots in plaats van roots? Dat klopt. Helemaal in de bonen. Ja. Maar in ieder geval, we zijn nou onderweg weer naar Voorhout. En daarna gaan we naar een plekje waar ook tulpenbollevelden zijn. Langs de HSL. Ja, wat een synchrone pret. Gaan we als goed eerst even een hond doorgaan. Als we dat tijd ja. Hebben. Dus tot daar. Wij waren dus helemaal in de war van welke bloem nou wat was. Nou, dit zijn dus narcissen. En die, ofwel zegt men nee... Dit zijn narcissen. En die paarse waar we net waren, waren in hyacinten. En je hebt nog andere paarse, dat zijn krokussen. Nou, helemaal in de bonen. Maar nou is het dan nog even opgehelderd. We zijn weer in Voorhout. En Henrique gaat even lekker thee drinken. Oh, wat lekker. En we zijn weer helemaal terug. Ja, en we kunnen nou even een poosje lekker in de zon wachten. Om dan vervolgens gaan we door naar Leiden. Vanaf Leiden gaan we naar Schiphol. Ik ben helemaal donker. Vanaf Leiden gaan we naar Schiphol. En vanaf Schiphol gaan we met de bus naar een plek aan de HSL. Dus dat is het plan. Bij de tulips. We zijn in de Leiden en we hebben even wat lekkere rijden aangeschaft. En... We gaan nu met in City in LA is als centrum tot aan Schiphol Airport. We zijn we hebben hard gerend voor de bus. Ja. We zijn in 4 minuten gaat hij pas. Wat hebben wij nou zitten rennen voor? Ja, net als 4. Nou, beter te vroeg dan te laat. Maar jongen, we zijn bij Schiphol voor de bus richting Leiden Centraal. En dan gaan we... bij Lisserweg gaan we eruit voor dingen. Ik weet het niet. Ja. We moeten vet naar Lisserweg. Eigenlijk helemaal goed. Nou wordt natuurlijk de grootste uitdaging dat we de Rijnbond even goed gaan halen. Maar we zijn nu in Weteringbrug. Ja, we zijn nu in Weteringbrug. We zijn nu aan het lopen naar... Kaagweg. Dat is Kaagweg. Dit is een plek met tulpen langs de HSL. Dus we gaan even kijken of we wat leuke. Maar het is een beetje de vraag of het echt mooi wordt. Ja, vanwege de zonstand en zo. Dus het is een beetje een risico. Het grootste risico zijn om te nemen ofzo. Want als het wel lukt, dan is het natuurlijk heel gaaf. Ja, dus we gaan even zien hoe dit uitpakt. Dus tot zo. Ja. Nou, we lopen hier tussen de tulpenvelden. En daar is de HSL. En helemaal, dit is toch prachtig. Oh jee. Hele boze hond.
Maar nee, dit is toch gewoon prachtig. We oppassen dat we niet op de tulpen gaan trappen. Ja, nee, dit wordt helemaal leuk. Klein probleem, want we gingen er dus vanuit dat hier gewoon dat bloemenveld in mochten. Want het was, er waren meer mensen het hek aan het open. Dus wij gaan heel doodloos heen. Willen terug, hek dicht op slot. Iedereen weg. En nu moeten we dus wanhopig een uitweg zoeken uit het tulpenveld. Anders dan gaan we dus allemaal nooit niet de bus halen. Nou, helemaal avontuur. We hebben hier een uitgang gevonden. Wat is wel een fucking goud deze. Ja, weten wij veel. Er zijn allemaal mensen, dan denk je ook van de kant. Ja, het zag ook echt uit als je daar maar ja, nou ja. We hebben nu veel goede foto's. Wij zo in een hoekje verstopt. Dus ja, want hij zit helemaal op de hoek, dus ze hebben ons niet gezien. Dus waarschijnlijk dat ze doen dat. Oké, iedereen weg. Hek op slot, zodat niemand hier mee inkomt. Ja. Maar ook niet meer uit. Nou, gelukkig was er nog een sluiproute. Dit is ook echt een typisch avontuur. Ja, wat een sukkel. Nou, en nou even doorlopen voor de bus. Gaan we naar Breukelen voor de Rheingold en de dinner train. En ja, helemaal een avontuur. Even erbij te komen van alle wandeltochten tot nu toe. Ja. In, waar zijn we? Weteringbrug of zo. Nou, en zometeen nemen we van de vier de bus naar. Oh, het nieuwste, het heeft zo'n verspringsysteem die dan aangeeft hoe lang dat duurt. Ja, over 8 minuten lijn. Lijn 56 naar Leimuiden. Volgens lijn 470 naar Alphen aan de Rijn. En in beide locaties hebben we nog wel wat overige tijd, dus we moeten even kijken hoe we dat gaan invullen. Maar dat zal vast wel gewoon even bijkomen. Want vervolgens gaan we naar Breukelen en daar moeten we even haasten. Want we hebben niet heel veel tijd om op de locatie te komen voordat de 10 minuten ding maximaal. Ja, zeg maar, wij komen 10:10 aan en dat ding dat doet. Ga uit van 20 minuutjes ongeveer vanaf Amsterdam, denk ik. Ja. Nou ja, dan heb je dus ja, al. Dat is ook echt een golfhuis. Ja. Dus dat wordt even aanpoten, maar we gaan zien hoe dat afloopt. En, ja, nou. Tot dan. Wat een auto's hier allemaal. We zijn in de Leimuiden. En we dachten, wat mooi is het hier. Ja. Nee, de halte wit is wat het toch een beetje tegen. Wat een drukke weg. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het is nu even 20 minuten wachten zo op de volgende bus die ons verder zal brengen naar wat hoe heet dat voor? Alphen aan de Rijn. Ja, Alphen aan de Rijn. Oké, we gaan naar Alphen aan de Rijn met de bus. Wat is het? We gaan hier even wachten. Het is echt. Ik weet niet of ik überhaupt verstaan maar ben op de video. Want nee. Het is echt takken hier met die weg. Ja, dit is echt wat een kutplek, maar goed. Ja. Beter iets dan niets of zo. Nou, tot zo. Juist, dus even. Ik was net, dus dat. Niet aan het gaan, we kunnen hier allemaal auto's. Nou, tot zo. Nee, maar ik was dus. Met jou even rood. Ja, nou, ik was dus. Snel. Ik was dus zo net een stukje vlog aan het doen. En ineens besefte ik me dat ik zo deed. Ik dacht, volgens mij doe ik dat de hele tijd. Dus ik heb even de video's van vandaag teruggekeken tot nu toe. En bij elke, behalve één uitzondering, bij elk fragment deed ik als afsluiting zo. Tot daar of zo. Tot in Amsterdam of zo. Tot in voorhouden. Tot daar. Met een toelift. Tot zo. Ja, helemaal avontuur. Tot zo. Dit vind ik heel grappig, dus dat moest even gedeeld worden. Gewoon nee. Dus, nou, tot zo. Heel spannend. Nou, en nou nog even wachten op de bus naar Alphen aan de Rijn. Tot zo! Ja, we zijn nou in Alphen aan de Rijn. Maar ik was dus zo, ik had zo'n klein mini-statiefje van de Action, geloof ik. Nou, super handig, want dat kan je dan zo. Heel handig in je tas stoppen en super klein staan. Heb je bij de bollenvelden mee gefilmd? Nee, ja, bij de bollenvelden heb ik daarmee gefilmd. Want ik had helemaal geen zin om de grote statief uit te klappen. En ik had hem zo in zo'n zijvakje bij mijn tas gestopt. Ik weet niet of dit zichtbaar is, maar hier zo ingestopt. En ik denk net ineens, verrek, hij zit er niet meer. Dus ik ga zoeken, nergens te bekennen, die ligt
Of in de bus of in Leimuiden. Nou, dan heb je het wel weer voor elkaar hoor. Wat een prutser. Het scheelt dat het echt een ding van niks was, wat helemaal niet zo heel veel kostte. Maar ja, dat is het hij voordeel was wel, van de twijfel. Hij was wel heel handig. Dus. Ja, die ging er gelijk van tussen, dus dat is helemaal... wat een sukkel. Ik was ook helemaal aan het stressen, want ik zat helemaal in de knoop met mijn statief en mijn tas. Het is helemaal van, oh help, en ik moet snel uit de bus. En waarschijnlijk in de chaos is hij dan verloren geraakt. Nou, ja, nou. Ik heb nog dingen mee moeten doen, mensen. Zat hij niet gewoon achter het station? Ik zou het ook allemaal niet weten. Nou, het is gewoon helemaal kut. Ik weet het ook allemaal niet. Goeie zoek. Nou, we zijn in de Woerden en we wachten op onze trein naar Wormerveer. Naar Breukelen. Hij gaat toch naar Wormerveer? Ja, we gaan tot en Breukelen. Maar hij gaat naar Wormerveer. Ja. Maar ja. We gaan tot Breukelen. Ja, onze trein naar Breukelen. Ja, oké. Okay. We gaan met de trein naar Breukelen. En de trein gaat dan verder naar Wormerveer of zo. Ja. En hij komt over één uur volgens het scherm. Ja. En ik weet niet of ik het al gezegd heb in de vlog eigenlijk. Er was een aanrijding op de plek waar de Rheingold langs zou komen. En de dinner train. En de dinner train. Maar het lijkt op dat dat verholpen is. Dus dat dat helemaal goed moet komen. Dus we gaan zien hoe dit gaat uitpakken. Ik ben heel benieuwd. Nou, we zitten hier op het parkeerding. God, we hebben gerend alsof ons leven ervan afhing. En op het nippertje hebben we dat ding op de kiek kunnen zetten. En het is geslaagd. Dus dat was de moeite wel waard. Er komt een flow. Een ding. Titus, 3000. Ja, helemaal van nee. Oh, hij gaat helemaal moeilijk doen. Oh, ik heb een talentskap erop zitten. Dan weet je dat je echt een flow bent. Kijk. Even laten zien. Ja, nee, helemaal dikker dan een dikke ding. Ja, voor mij is het lekker, maar de helderheid wel laag. Nee, dikke prima. Het is gewoon, op het nippertje is het gelukt om dit te halen. De trots hier. Hè? Ervoor. Het is ook allemaal. Nee, maar de meeste, er stonden hier wel meer spotten, die gaan allemaal nou weer van tussen. Maar wij hebben nog een ander ding op de planning staan, dat is namelijk de dinner train. Want die komt hier ook zo langs. Nou ja, zo, dat duurt nog wel even. Maar die komt hier ook langs. 40 minuten. Ja, maar die komt hier dus ook langs. Dus die gaan we ook nog even doen. Eerlijk dat we hier gewoon blijven staan. Dus, ja, op zich wel. Dus ja. Ik heb er nog iets plaatsen voor die. Ja, dus dat gaan we doen. Op voor de dinner train of zo. Uitzonderlijk goed gedaan. Tot nu toe. De hele planning is gewoon geslaagd. We hebben net de dinner train, helemaal top. We hebben de Rheingold. We hebben de tulpen bij Bergendaal. We hebben de tulpen bij de Hazel. Het is gewoon helemaal... Het is echt... Perfect. En nou gaan we naar Amsterdam. Ja, ik denk wel dat we die pizza... Pizza eten. En het is gewoon... Ik ben helemaal gelukkig gewoon. Wat uniek is dit. Gewoon dat het gewoon helemaal bijna vlekkeloos gaat. Boven dat het hek dicht was op het slot bij de tulpen. Maar daar hebben we ons uitgered. Ja. Gesneden en we hebben zelfs een tijdswinst opgemaakt. Ja. Dus het is gewoon echt... Hoe top wil je het hebben? Nou, en we zijn nu dus nog in Breukelen. We gaan nu naar de trein richting Amsterdam. Gaan we pizza eten, gaan we naar huis en dat is helemaal de planning. Dus doei! Ja, we gaan even de pizza unboxen. Oh, tadaa! Nou, we gaan even lekker eten en daarna gaan we naar huis. Even langzaam aan het rijden vanwege een... hoe heet dat? Hoe heet het nou? Waarom rijden we langs? Ik zit ook helemaal wel. Nee, ik weet niet, was even een aanwijzing dat we voorzichtig moesten rijden of zo. Maar nou begint hij net weer vaart te maken. En we zijn nou in de ICM onderweg naar Amersfoort. Ja, helemaal leuk. Nou, super goede vlogger. Nou, we zijn Amersfoort Centraal. En ons ding. En daar komt een ding. En een mooie sunshine van de ondergang of zo. Oh. Ja, het is toch zo de ondergang van de zon. En we gaan, dit is de laatste trein. Gaan we lekker naar... Hij heeft een mooie zwarte... Oké, wat raar. Wat een raar ding.
Maar we gaan nou naar... naar Deli. Naar Weesup. En dan gaan we lekker naar huis. Nou, doei! We staan hier bij de mooie zonsondergang achtergrond. Waar gewoon de zon al weg is. Ja. Ja, en ja, de dag zit er weer op. Dat is één groot succes. Het was echt geweldig goed, ging het gewoon. Dus echt verbazingwekkend dat het zo'n succes is bij ons. Ja, dat zie je niet vaak gebeuren. Nou, en we zijn nu weer op de fiets naar huis, want we waren weer vergeten de vlog af te sluiten. Dus, nou. Ja, nou, in ieder geval heel veel bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja, doei. Tot de volgende keer. Dit wordt gewoon het nieuwe symbool van deze vlog. Doei, doei!